Ja, dit is een kastanje boleet. Kun je al mooi aan de kleur zien. Die heeft een hele mooie kastanjebruine kleur. En de onderzijde zie je dan buisjes zitten. En dit is dus een eetbare paddenstoel, de kastanje boleet. En in dit stadium is hij gewoon goed eetbaar. Even kijken wat dit is. Ja, dit is een panterammoniet. Ja, dit is een broertje van de vliegenzwam, dit hier. Deze kunnen wij niet eten. Dit is een paddenstoel, die is, daar kun je behoorlijk ziek van worden. Nou, we zien hier de paarse, oftewel de rode koolzwam. En die noemen we ook al amethystzwam. En dan kun je heel mooi zien dat die paars is. Kijk hier, als je kijkt de onderkant, heeft een hele, ja zeg maar, de plaatjes staan ver uit elkaar. Het is hier droger op dit moment, hè. De grond is wat droog. Ja, en dan gaan ze wat uitbloeien. En dan krijgen ze dan in één keer een beetje wittige kleur in plaats van dat mooie paard. Waar zou je hem mee kunnen verwisselen als je niet oppast? Nou, misschien met de kleinere russula's of misschien met een gordijnzwammetje. Nou ja, in ieder geval allerlei soorten die dan weer net niet eetbaar zijn. Bent u iemand die wel eens paddenstoelen plukt? Ik zelf niet, nee. Omdat ik niet weet welke giftig zijn of niet giftig. Wat zegt u tegen de kleinzoon? Oppassen? Oppassen? Niet elke paddenstoel zomaar meenemen, hè? Nee, hè? Nee. Nee. Afblijven dus. Afblijven, hè, van de paddenstoeltjes. Is er eigenlijk een algemene regel te geven van paddenstoelen die je per se niet moet eten? Dat is heel lastig. Over het algemeen zijn de boleten eetbaar. Maar dat zijn ook dan de boleten alleen. En als je dan het verschil niet weet tussen een boleet en andere soorten die erop lijken, dan is het al heel erg moeilijk. De plaatjes zwammen, dat wordt al een hele lastige, want er zijn nog sommige bij die zijn lekker, maar over het algemeen niet. Bijvoorbeeld die vliegenzwam, wat een hele mooie paddenstoel is, eet hem alsjeblieft niet, want je krijgt er hartstikke veel buikpijn van. Dus dat moet je gewoon niet doen.